bijzonder optreden in de Schermerpolder waar koeien worden getrakteerd op muziek. Het idee voor de show komt uit de koker van de Amsterdamse Flavia Vaas. Het is echt gericht op de koeien. We maken het voor de koeien. En mensen zijn uitgenodigd om te komen kijken, te komen luisteren en ook om zelf zich af te vragen wat de koeien ervan zouden vinden. Want dat is waar we het voor doen, om erachter te komen wat de muzieksmaak is van koeien. De koeienvoorstelling is onderdeel van het Karavaanfestival dat in en om Alkmaar georganiseerd wordt. Met een repetitie in de wei maken de muzikanten voor het eerst kennis met de kudde in Stompetoren. Deze voorstelling wordt in elk geval een oefening in inlevingsvermogen. Er komt ook een loeiles in voor, dus we leren een paar woorden zeggen in het koes. Om te proberen je af te vragen wat er omgaat in een dier, een ander dier dan jijzelf. Het is een heel dankbaar publiek. Ja? Nou ja, het is niet altijd, maar het is een heel eerlijk publiek vooral. Laten we het daarop houden, ja. Ze komen wel of ze komen niet? Ja, soms lopen ze ook gewoon keihard door. Maar soms komen ze ook met z'n allen op je afrennen. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Een blije koe, die kan je ook vooral herkennen aan beweging. Koeien maken heel veel gebruik van lichaamstaal. En die groet is dan ietsjes luider. Dus het groetgeluid is een beetje mmm. Maar die wordt dan ietsjes intenser. Mmm, zoiets. Jij kent jouw koeien het beste. Wat vinden ze hier nou van? Nou, toch altijd weer spannend. Misschien ook wel enthousiast om even te kijken, wat is dit? Vooral nieuwsgierig zijn ze natuurlijk. Plagen ze er niet mee, hè? Nee, totaal niet. Wanneer is het voor jou geslaagd? Nou, eigenlijk nu al, want de koeien lijken wel geïnteresseerd en geamuseerd zijn. En daar doe ik het echt wel voor.